Hallo, wij zitten in het vijfde jaar van de Koninklijke Balletschool van Antwerpen en wij doen mee aan het project van de Inktaap. Na lang overleg en het lezen van verschillende achterplatteksten hebben we ervoor gekozen om Pier en Oceaan van Oep de Jong als eerste boek te lezen. Het verhaal speelt zich af in Nederland. Er wordt veel gereisd, onder andere in Zeeland, Amsterdam en Friesland. Oep de Jong beschrijft de ruimte heel gedetailleerd, zodat we er veel over te weten komen. En dat maakt het interessant. Een veel terugkerend element is de seksualiteit en de gevoelens er rondom. Elke generatie denkt er anders over en ervaart het op een andere manier. Ook het geloof wordt veel besproken. Pier en Oceaan speelt zich af gedurende de 19e eeuw na de Tweede Wereldoorlog en beschrijft het leven van drie opeenvolgende generaties. Het hoofdpersonage van het boek is een jongen genaamd Abel Roordra. Hij is een koppige jongen en hij is eigenlijk teruggetrokken in zijn eigen wereld. Zijn lui oog zal daar zeker toe bijgedragen hebben. Maar Dina, de moeder van Abel, mogen we ook niet vergeten, want zij speelt een zeer grote rol in het verhaal. Eerst beleef je het verhaal vanuit de moeder, maar dat verandert na de geboorte van haar kind. Vanaf dan beleef je het verhaal vanuit het gezichtspunt van Abel. De vertelstijl van Oep de Jong is gedetailleerd in bepaalde stukken, maar voor andere stukken is het dan weer te langdradig. Wij als klas vonden het boek Pier en Oceaan een beetje langdradig geschreven. Hierdoor werden we vaak afgeleid. Doordat Oep de Jong autobiografische elementen verwerkt in zijn boek, wordt het verhaal wel interessant. De meningen zijn verdeeld. We kijken uit om ons tweede boek te lezen. Dit zijn de namen van Tommy Wieringa.